Pieter van Meulen, je wint met 3-1 van Japan. Moeten we dat nou een stunt noemen? Of is het gewoon een fantastische prestatie? Nou, ik denk dat we goed bezig zijn. We hebben ook met wisselende opstellingen gespeeld. Dus daar ben ik vooral blij mee. Dat alle jongens in het veld zijn geweest en allemaal dat niveau hebben laten zien. En dat daar niet zo'n verzwakking in zat. We zagen dus inderdaad die eerste twee sets dat je een beetje een heel sterk team speelde. Ja. En die win je dan ook allebei. Ja. Dan in de derde set ga je wisselen. Ja. En dan gaat het toch wat minder. Ja, die jongens staan koud aan de kant. Die moeten er even in komen. En we hadden vandaag besloten, dat we hebben 3 wedstrijden op rij. Dus we kunnen niet vandaag alle spelers al meteen alles laten spelen. Dus we hadden besloten om halverwege te wisselen. Dus dat, en aan het eind pakken ze dat heel mooi op. Finland heb je ook al gehad. Ja. Toen was het een 3-0 overwinning. Nu Japan een 3-1 overwinning. Waar eindigt dit? Geen idee. We hebben zondag begint onze World League, de Golden League. En dat is voor ons het belangrijkste. Maar het is fijn dat je tegen zo'n goed team deze prestatie neerzet. Kampioenschappen. Jullie hebben je daarvoor geplaatst. Van harte gefeliciteerd daarmee. Een kansje daar? Nou, dat zijn 24 landen. We zitten in een pool van 6. En de eerste 4 landen gaan door. En wij willen wel door. Wij willen bij de beste 16 landen van de wereld horen. En dat is het streven voor straks het wereldkampioenschap? Ja, we zijn 3 keer niet op de WK geweest. Dus als het ons lukt bij de eerste 16 te spelen, dan doen we dat heel erg goed. Nou, Thijsje Horst, jullie winnen als 25e op de wereldranglijst van de nummer 12. Ben je daar verbaasd over? Verbaasd niet zozeer. Maar we weten wel dat het een goed team is, dus dat we het niet gratis zullen krijgen. Maar we wisten wel dat we kans hadden, dus dan, als we zo beginnen is het een goed begin. Ik denk dat de lichting die er momenteel is ook hoge ogen kan gooien straks in september op de wereldkampioenschappen? Ik denk wel weer dat we een goede groep jongens hebben die hard willen werken en voor elkaar er zijn. Dus om te vergelijken met Atlanta dat lijkt me een beetje ver, maar ik denk wel zeker dat er mogelijkheden zijn in de poolfase. En ik denk altijd na een poolfase is dan is het gewoon knokken voor zich, dus dan kijken we dan verder. Je komt van Flesje uit Nijverdal, je zit nu in Zuid-Korea. Wat is het verschil? Ja, de afstand is wel verder. Hè? En Korea is alles groot. Het zijn teams met grote sponsoren, grote sporthallen, alles vol, altijd op tv. Dus ja, het is wel een aardig verschil. Er is elke avond 1 wedstrijd en die wedstrijd ook altijd op tv. De sporthallen zijn uitverkocht. Je wordt herkend. Dus, ja, het is ver van Europa, ver van Nederland, maar het is daar zeker een grote sport. Ik heb daar 2 hele goede jaren gehad. Ze waren tevreden met mij en het beviel me daar zo goed. Ik weet dat ik daar alles speel, omdat ik als enige buitenlander ook ben. Dus ik heb daar hele goede ervaring gehad en daarom ga ik graag nog een jaar terug. Is het lekker om weer even in Nederland te zijn en vooral in de omgeving van je woonplaats? Ja, dat zeker. Het grappige is, in Korea woon ik vlakbij Seoul. Er woont 20 miljoen mensen. En dan naar terug te komen naar het rustige Twente is af en toe wel even lekker, ja. Tevreden over de wedstrijd van vanavond? Ja, zeker. Zeker blij dat we met z'n allen gespeeld hebben en met z'n allen dat niveau hebben laten zien. Met andere woorden, we kunnen nog veel van het Nederlands team verwachten. Ik denk dat we op de goede weg zijn.